Dag Joop. Dag. Jij bent de enige in Nederland die de eigenaar is van het Topscan. Ja. Hoe werkt hij nou precies? Wat doet hij allemaal? Ja, wat doet hij? Je drukt op de knop en de mast die gaat omhoog. Ja. En vervolgens kun je de gondelarm laten draaien, waaraan de gondels dan vastzitten. Nou, en dan kun je hem verticaal omhoog gooien. Zullen we een keer een testrun gaan maken, want we willen het eerst wel eens zien. Ja, dan moet je op deze knop drukken. Oh ja, mast heben. Heben. Ja, rem er vanaf. Dan kunnen we die draaien en dan gaan de gondels draaien. Oké. Okay. Eerst maar heel rustig aan, hè? Ja, dat heb je zelf nu in de hand. Oké. Okay. Dit is altijd handmatig wat jullie doen? Ja. Maar jullie zitten zelf achter het stuur? Ja, zelf zit altijd een van ons achter. Oké. Okay. En Joop, jij bepaalt aan de hand van het type mens wat erin zit het maximum, de maximum snelheid? Ja, ja. Neem aan dat je s'avonds later wat voorzichtiger bent, hè, vanwege de alcohol in de man. Nou, als ze te veel alcohol in hebben, dan mogen ze er van mij dus niet in, hè? Nee, echt? Nee. Dan wordt er wat met de gek, hè? Jee, wat een gevaar te zien. 80 ton, hè? En dit is achterwaarts? Dit is achterwaarts. Oké, okay. Ja, dat is simpel, goed. Dit oogt al minder prettig zo achteruit, want je weet niet waar je heen gaat. Ja, hè? Dit is ook de kick dan, hè? Is dit de kick? Ja, zeker. En dan kun je ook met deze gaan draaien. Dan gaat de hele mast die gaat omhoog. Oh, tot een hoogte van 22 meter. Hij gaat dus horizontaal, kan verticaal, kan draaien, kan achterwaarts. Goed zeg. Dan zijn we nou maar weer even in de neutraal stand. Nou Joop, mijn eerste Space Roller rit. Ja. Moet er maar van komen, hè? Ja, vind ik ook. Ik zit buitenin, hè? Helemaal. Ja, laatste ronde, buitenin. Ja, je dacht niet te veel. Nee, buitenom, daar heb je de meeste rondslag. Ja, precies. Dat. Nou. Oké. Okay. Op mijn betreft mag je dicht. Joop, ik zit. Hebben we tegenwind of wind mee? Volgens mij hebben we vandaag wind mee. Het voelt als het stijgen van een helikopter, voorlopig. Wind mee. Heel goed. Kijk, dit is een rondgang, zoals het zo mooi heet in het vakjargon. Gewoon rustig, 360 graden tegen de klok in. Ja, nu komen er vreemde bewegingen bij. Dit zijn ze wel ongeveer, denk ik. Oh, wauw. Yes. Dat is er zo een. Ja hoor. En voorover, nee, we besluiten om toch achterover te gaan. Wauw, hé. Oh. En wat er nu gebeurt, dat kan ik niet uitleggen. Zo, hé. Wauw, hé. Dit kan ik ook niet meer uitleggen, dit. Zo. Ik ben in de raak deel. Nou, dit is zijwaartse lucht in. Ogen open houden en kijk naar de horizon, nog te gerustig worden. Dat is de opdracht. Zo. Zo, hé. Heel mooi. Space Roller heet hij. Nou jongens, bedankt voor dit fijne onderwerp. Ik voel niets. Het was een redelijk fijne ervaring. Ja, vind je? Zit anders wel een beetje blankjes. Ja, maar dat hoort erbij waarschijnlijk. Hè? Okay. Dus ik heb niet gelogen over de kick? Je hebt niet gelogen. Heb je er zelf al eens in gezeten eigenlijk? Ja, één keer. En je vond het leuk? Ja, vond het ook genoeg.
was de laatste aflevering van Jan Douwe op zoek voor dit seizoen.